Freestyle Frenzy. De allergrootste wedstrijd die ooit gehouden is in de freestyle trampolinewereld. Met atleten van het allerhoogste niveau. Elke ronde is in een ander land. Van elk land mogen de beste vier door naar de grote finale. En die finale, die is hier bij Crossums. What? We hebben wel eens vaker wedstrijden gehad bij Crossums, maar dit wordt echt gigantisch. Dit keer moet gewoon alles kloppen. Het moet minimaal beter zijn dan de voorrondes. Maar hoe gaat het eraan toe bij de voorrondes? Om daarachter te komen, pakken we het vliegtuig naar Zwitserland. We zijn gaan kijken bij een van de kwalificaties in Zwitserland bij Bounce Lab. In het hotel ontmoeten we Greg en Trish. Greg en Trish organiseren wedstrijden over heel de wereld. Greg komt eigenlijk uit het traditioneel trampolinespringen. En sinds een aantal jaar is hij bezig de freestyle community op gang te krijgen. We waren geen van allen ooit een keer in Zwitserland geweest. Dus we hebben ook even de tijd gepakt om op een berg te klimmen en van het uitzicht te genieten. Here we are, a million stars floating over our heads. Beating hearts, falling apart, staying. We hebben een kleine wandeling gemaakt. Daaronder ergens is ons hotelletje. Dus nu zijn we helemaal hier naartoe gelopen. Want Devin die wil zijn hoogste backflip ooit maken. Ja. Vrij hoog volgens mij. Met een mooi uitzicht. Ik denk dat we die maar gaan doen, hè? Bounce Lab is echt één van de grootste trampolineparken van Europa. In deze hal hebben ze alles. Van trampolines voor kleine kinderen tot ervaren springers. Ook de supertramps natuurlijk. Ze hebben zelfs de wedstrijdtrampolines van de Olympische Spelen van Rio overgenomen. Hey, my name is Greg, and this is the Freestyle Frenzy. This competition is in Switzerland, but we've had several others, including Slovenia, and we're actually getting into Russia, hopefully in the next month. What we're doing is taking some of the best athletes from around the world, and we're actually bringing them together to compete, battle each other for a first place finish, and the top four from each of these qualifiers around Europe are actually going to go to Netherlands at cross jumps to compete for the championships and $1,500 cash prize. My name is Jess Heffels. My name is Niels. My name is Robin Harber. My name is Julian. I'm from France, the south of France. And I'm in the Giro T crew, managed by Greg Rowe. And I want to be in the final at Cross Jumps because it will be a very big event. It's a good chance to meet new people and make new friends, or just see people you already know from Instagram and meet them in person. I created a lot of friendships in his events. Yeah, I've been in cross jumps once and I want to go there again because they are the violence and it's like crazy to be there. And the park is also super nice. Al deze evenementen zijn zeg maar een beetje van een opbouw tot aan het grote evenement in Nederland bij cross jumps natuurlijk. En elk park zeg maar leer je weer opnieuw de nieuwe goede flippers kennen en overal kom je weer een nieuwe goede tegen die uiteindelijk echt tegen elkaar gaan strijden bij de grote finale in cross jumps. So what we've done is fundamentally take these athletes who have started online by posting their videos to each other, talking to each other, and saying, you know what, why not bring these guys together and have them actually flip together? And what they've done is really come together as a community, as a belief system of like-minded individuals that love to flip. They don't really care how they flip, they fundamentally just want to get out there and do their thing. So we're allowing them to do that. Omdat de deelnemers uit verschillende landen komen, is het wel zo eerlijk dat de jury ook internationaal is. We zijn gevraagd voor jury, dus wij gaan de mannen beoordelen op creativiteit.
The difficulty, yes, we want to see a few six tumble backflips, but we don't want everyone just to go for this. Yeah. Let's look at more of the creativity and showmanship and what makes one person different than the other person. Crossjumps is where the championships is going to be. So these guys have come out along with Devin to help you guys make sure that they know what's going on, what you guys know what's going on. Na afloop van dit evenement heb ik met Greg nog even gezeten. Wat ging goed en wat kunnen we verbeteren bij de finale in Crossjumps? Oké, mannen, wat willen we hebben? Een airtrick. Big airbag. G-trams. Livestream. Die airtricks van Airgym die wij hadden. Freerunning setup. Kleding. DJ. Is het niet handig als wij de Freestyle Friends gaan promoten? Dus via YouTube, onze eigen vlog dus, dan moet het wel uitverkocht raken. We hebben flink uitgepakt om er een groot evenement van te maken. En als je aan mij vraagt, is het ook echt wel gelukt. Red Bull zou eigenlijk op zaterdag komen. Maar omdat Red Bull niet meer op zaterdag kon komen, zijn ze op vrijdag geweest. En die wouden toch die jongens van de Freestyle Frenzy zien hoe het er een beetje aan toe zou gaan voor het evenement. Red Bull is een belangrijke speler. Die gaat kijken of ze een beetje kunnen gaan sponsoren. Een klein nadeeltje wat we hadden. Vrijdag zou ook het Jeugdjournaal komen om te filmen. Het Jeugdjournaal kon niet met de Red Bull op tv. Daarom kon helaas het Jeugdjournaal niet komen. Dus waren we weer wat promotie kwijt. Het evenement was lekker aan de gang. Toch waren er altijd een paar kleine dingen die je tussendoor krijgt. De hekken waaiden bijvoorbeeld om. De airbag viel in één keer helemaal uit. Alarm af. Was er een stop doorgeklapt. We hadden klachten van de buren dat ze naar binnen konden kijken met de hoogwerker. En tussendoor ja, moeten we natuurlijk ook even wat handtekeningen uitdelen voor de fans van de vlogs. Ik ben Dante Santvenia Rodriguez. Ik heb er heel veel zin in. Maar het niveau ligt wel heel erg hoog allemaal. Dus het wordt lastig, maar ik ga het best doen. Tijdens de wedstrijd hebben we even alle activiteiten stilgelegd, zodat alle aandacht naar de finales ging. Robin is going to actually try to twist both ways in this flip here, something that no one does.
Iedereen kon lekker kijken naar die finale en de finale was gewoon echt top. Kon gewoon niet beter. Hele vette tricks, de jury was gewoon perfect. De winnaar was ook echt terecht. Mooi gedaan. Na split heeft nog niemand gezien. Met de prijsuitreiking waren we in één keer de check kwijt. Waardoor Greg even iets langer moest praten dan normaal. Maar ja, Greg kennende is dat geen probleem van hem. De CrossFit crew heeft echt top gewerkt dit evenement. Zonder de crew was dit evenement echt nooit tot stand gekomen. Ik wil ook onze sponsors bedanken. Get a Grip, North Trampolines, Gravitate Equations, Air Gym en natuurlijk Big Airbag. En het is te hopen dat we volgend jaar nog meer sponsors krijgen, zodat we het event nog groter en nog gaver kunnen maken. Of er volgend jaar weer een Freestyle Frenzy komt, ik hoop het wel. We gaan er alles aan doen. Ik hoop wel dat er een grote sponsor bij gaat komen. Want dit was voor een klein bedrijfje als CrossJumps toch wel een financieel plaatje. Ik ben echt zo blij dat alles goed gegaan is. Dat was echt gek. Volgend jaar doen wij ook mee. Ja? Nee, geen personeel meer. Afgesproken. Jullie doen niet mee. Dan ben ik dadelijk 2 personeelsleden kwijt. Nee joh. Dan mogen jullie het matje gooien volgend jaar.